Uri Fried S. 27, is aangehouden met 3 kilogram cocaïne in de auto. Het arrestatieteam heeft in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid de verdachte aangehouden en overgedragen aan de Narcotica Brigade. Informatie bereikte de inlichtingendiensten van de politie en het directoraat dat Uri Fried alias Rasta vanuit Paramaribo drugs zou vervoeren naar Frans-Guyana. Op basis van de uitgewerkte informatie is door het arrestatieteam een algehele verkeerscontrole gehouden in het district Kommewijnen. Op een bepaald moment verscheen Uri Fried S. in een auto ter plaatse, het voertuig werd door hem bestuurd en hij was alleen. Er werd een onderzoek verricht in de auto en onder de achterbank werd iets meer dan 3 kilogram cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. Daartoe gevraagd verklaarde de man dat de cocaïne niet van hem was maar van iemand anders, wie die persoon is kan of wil hij niet duidelijk aangeven, de drugsverdachte Uri Fried S. en het voertuig zijn overgedragen aan de Narcotica Brigade voor verder onderzoek. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld voor overtreding van de wet verdovende middelen. Meldt de politie Public Relations.